not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Ik ga mij klaarmaken. Ik was even alles aan het pakken om mee te gaan douchen en klaar te maken voor vandaag. Ik heb al van alles gedaan. Ik ben al aan het wassen ook. Dus ik moet zometeen ook de was van het wasrekje nog even afhalen. Dus dat moet ik zeker nog wel doen. En dan daarna de was ophangen. Mia Lou is al aan het slapen voor haar ochtenddutje, dus dat is goed. Andries is van aan het werken, dus dan kan ik rustig even douchen en klaarmaken. Dus ja, dat ik helemaal fris en klaar ben voor de dag. Mialou is lekker een boterhammetje met pindakaas aan het eten. En ik heb krokjes met mozzarella, tomaat en pesto gemaakt voor mij. Want hij daar lust geen tomaten. Wij wel eens, schat. Tomaten eten. Omdat dat gezond is. En lekker. Ook gezond. Zwaar. Ik ga met Mialoetje even naar het Waasland Shopping Center. Niet om heel wat te shoppen of zo, maar omdat ik nog iets van kleertjes moet gaan terugbrengen. Die niet helemaal goed waren. Of waar ik een mailtje van had gehad dat die pasvorm niet goed was. Dus dat gaan we doen. En natuurlijk ook wel nog een beetje rondkijken. Maar waarom ik eigenlijk iets filmde, is omdat ik de laatste tijd echt probeer om minder te shoppen. Trying to. Maar om gewoon echt kleren en schoenen uit mijn kast meer te gaan gebruiken of opnieuw te gaan gebruiken. Die schoenen, die heb ik vorig jaar gekocht, denk ik. Ja, een jaar geleden of zo, denk ik, dat ik die gekocht heb. Maar heb ik eigenlijk helemaal nog niet veel aangedaan. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga deze nog eens aandoen in plaats van altijd mijn witte Puma's. Die ik gewoon altijd aandoe uit gemak. En deze blazer, die heb ik ook echt al meer als een jaar, wat zeg ik, al van voor mijn zwangerschap denk ik niet meer gedragen. Dus ja, maar dat is eigenlijk wel een mooie van de Zara. Maar ja, gewoon kleren opnieuw dragen en mijn kleerkast een beetje heruitvinden. In plaats van altijd maar nieuwe dingen te kopen die dan toch ook gewoon in de kast belanden. Dus ja, dat is mijn bedoeling. Dus outfit of the day. Oké, we made it tot aan het Waasland Shopping Center. Ik heb hier wel, denk ik, een kwartier of 20 minuten rondgereden om een parkeerplaats te vinden. Maar ik ben nu op een stuk waar veel minder mensen komen en waar ik ons eens heb kunnen zetten. Dus wij gaan naar binnen. Nee, eerst moet ik de buggy en zo nog pakken, maar komt goed. I got this. Ben je er klaar voor, schat?
terug in de auto. En ik heb een aantal dingetjes gevonden die ik zeker wou hebben. Niet alles. Ik wou van een bepaald make-up merk ook nog een paar dingetjes meenemen, maar... Oh! Maar dat is niet gelukt, dus daar moet ik nog eens verder voor kijken. Nu naar huis. Het zal wel druk zijn op de baan, dus even eerst drinken en hopen dat Mialoetje slaapt in de auto onderweg. Want dat zou eigenlijk heel goed zijn voor haar als ze nu nog een dutje kan doen. Kan ze toch 20 minuutjes of zo, 25 minuutjes slapen tegen dat we thuis zijn. Dat zou perfect zijn. Oké, Mialoetje ligt in bed. Mijn puist wordt alleen maar groter. En ik ben even eten aan het maken voor mezelf. Andres die had vanavond afgesproken met allemaal mensen van zijn 7e jaar dat hem gedaan heeft. Dus it's just me tonight. Ik ga misschien nog even laten zien wat ik er straks allemaal gekocht heb in het Waasland Shopping Center. Het zijn zeker geen al te zotte dingen ofzo, hè. Maar eerst en vooral, heel belangrijk, doekjes voor Mialoetje. Renate doekjes om haar proper te kunnen maken als ze een vuile pamper heeft. Dan voor mezelf heb ik nog nieuwe schminker, oogreiniger meegenomen. Ik heb er eens een van het kruidvat meegepakt. Ik nam normaal altijd van Nivea. Dat gebruikte ik altijd. Maar ja, waarom deze eens niet proberen? Dat is €5 goedkoper of zo per flesje. Dus we can try. En ja, ik zeg het. Ik denk wel dat dat oké gaat zijn. Droog shampoo heb ik al heel lang niet meer gebruikt. Maar is zo gemakkelijk. Zeker als mama. Spaart heel veel tijd uit. Plus, ik wil gewoon ook echt mijn haar niet elke 3 dagen of zo wassen. Maar soms wordt dat gewoon echt al wel vettig na 3 dagen. Dus dan heb ik toch nog even een tussenoplossing. dan heb ik ook nog deze gekocht voor mezelf. De Maybelline. Ja, wat is dat? Concealer of eraser. Instant Age. Maar dat is echt een hele goeie. Ik had die ervoor ook, maar ja, die is al heel lang open, omdat je dat ook heel lang niet gebruikt hebt. Zeker afgelopen jaar als nieuwe mama heb ik me eigenlijk heel weinig helemaal opgemaakt. Maar dat wil ik dus terug iets meer gaan doen. En ik dacht, dan kan ik beter ineens een nieuwe kopen. Want ik moet trouwens ook heel mijn make-up dingen eens even uitkuisen. Om eens te zien welke productjes al heel lang open zijn en zo. En die gewoon ook weggooien. Want vorige keer had ik iets gebruikt. Een crèmeke voor mijn gezicht. Een BB of CC cream. Ik weet het al niet meer. En de volgende dag had ik echt een beetje uitslag. Ik weet niet of dat rechtstreeks daaraan te linken valt. Dat kan ook door heel veel andere dingen getriggerd zijn natuurlijk. Want we hadden de dag ervoor ook een etentje en al dat soort dingen en zo. Maar ja, just to be sure ga ik dat gewoon allemaal weggooien. De dingen die echt al heel lang open zijn. En de overschot van de concealer die ik had, dat is daar dus ook iets van ermee dat ik dacht, ik ga gewoon ineens een nieuwe meepakken. Dan dit heb ik ook meegenomen. Dat is echt iets super, super fijn. Heel handig om kindjes of baby'tjes hun haartjes goed te leggen. Kun je gewoon op het borsteltje sprayen en dan gewoon hun haar goed leggen. En dat ruikt gewoon zo, zo lekker. Het is ook, het is niet alleen maar een hairstyler, maar ook een skin refreshener. Het is misschien ook wel heel leuk als het super warm is in de zomer. Om dat dan te gebruiken. En dan dit kleedje van JBC. Ik heb het in maat 80 genomen. Omdat ik vind dat JBC vaak net iets kleiner valt als bepaalde andere merken. Of dat Mialou daar vaak al sneller als bij andere merken in een groter maatje kan. En ik had dus vandaar nog een artikel dat ik moest gaan omruilen. Waar ik een mailtje van had gekregen dat die pasvorm niet helemaal goed viel. Dus dan heb ik dit in de plaats genomen. Voilà, dus je ziet echt geen gigantische zotte dinges of zo. Maar toch wel gevonden wat ik wou hebben. En ook niet zoveel geld uitgegeven, dus dat is goed. Dat is helemaal top. Dus ja, ik ga zoiets mijn eten nog even verder maken. Of klaarmaken, want ik begin wel echt honger te krijgen. En dan ga ik mij gewoon voor de tv zetten, serie kijken. En dat zal het zo wel zijn. Maar ik laat jullie zoiets het resultaat zien van wat ik ga eten. Ik hoop dat het lekker is, want het is een samenraapsel van allemaal dingetjes die er nog zijn. En een combinatie van allemaal verschillende receptjes uit de challenge eigenlijk. Omdat we niet alles in huis hadden voor één bepaald ding. Dus heb ik gewoon eigenlijk een combinatie van alles gemaakt. Of ben ik aan het maken. Dus we zullen zien of het lekker is. Voilà, het is klaar.
Het ziet er in ieder geval echt heel lekker uit, vind ik. Ik kan echt niet wachten om te beginnen eten. Wat is het? Nog een overschotje pasta. Ik heb er net nog een heel klein beetje groene pesto mee onder gedaan. Dat nog in de ijskast stond, maar echt maar een heel klein beetje. De asperges en de tomaatjes heb ik in de oven gedaan. Met wat olijfolie en peper en zout. En dan de feta-blokjes en een beetje olie. Allee, kruidenolie van in het potje met de feta-blokjes. Dat is het dus. Dus dat gaat smaken, denk ik. Look at this. Alles helemaal op. Dat was echt super, super lekker. Dus zeker eens proberen. Want het was zo simpel om klaar te maken. En het was echt wel heel lekker. Het heeft mij echt heel goed gesmaakt. Ik ga hier gewoon gezellig in de zetel zitten. Ik ga een dekentje pakken. Ik ga mijn kerstpietkussen opwarmen. En verder ga ik niet veel meer doen vanavond. Want het kan. Misschien ook nog wel leuk om... Kiki ligt op mijn kersenpietkussen. Och, maar dan moet ik haar even opzij leggen voor ik dat kan pakken. Maar wat ik dus wou zeggen, wat misschien ook nog wel leuk is om te weten, is dat ik de serie Outlander aan het kijken ben. Dat is net een aantal weken geleden of zo, is daar het vijfde seizoen van op Netflix gekomen. En de eerste vier seizoenen heb ik beginnen... Ik ben dat beginnen kijken toen ik net bevallen was of zo, denk ik. Of in die eerste weken dat ik net bevallen was, ben ik daarnaar beginnen kijken. En dat was echt een serie dat ik zo opzette als ik aan het knuffelen was met Mialu in de zetel of als ik haar borstvoeding aan het geven was of zo in de eerste weken, want ja, die slapen dan continu en ik vond dat zalig om haar op mij te hebben liggen of dicht bij mij, terwijl ik dan een serietje aan het kijken was. Dus toen ben ik dat beginnen kijken en dan heb ik die eerste vier seizoenen ook uitgekeken en nu was er dus een vijfde seizoen van gelanceerd, dus heb ik daar de afgelopen twee weken, denk ik, al eens af en toe een afleveringetje van gezien. Je moet wel een beetje into dat soort series zijn, omdat dat ook wel over, ik weet niet welke tijdscategorie dat het gaat, maar allee, het is zo echt wel van vroeger en zo. En ja, je moet een beetje voor dat soort serie zijn, maar ik vind het wel een goede serie. Dus moest je nog op zoek zijn naar inspiratie voor nieuwe series op Netflix of zo, of dingen die je nog niet gezien hebt, dan is dat misschien wel eens iets wat je kunt bekijken of dat iets voor je is. Of ja, misschien volgen jullie die ook wel. Kijken jullie die ook wel. Dat zou ook wel grappig zijn. Maar ja, ik ga dus kijken. Nee, eerst mijn kersenpietkussen opwarmen en dan kijken. Want dat vindt ze geweldig. Maar wij zijn onderweg naar mijn ouders. En heel grappig, maar Mialou en ik gaan daar blijven slapen vanavond. Want Andres heeft de opening op de tennis. En, we only have one car. We hebben maar één auto inderdaad. En... Wat is er? Wil jij een beeld of zo? Je bent echt een grote deugeniet. Maar dus ja, wij gingen daarmee afspreken deze middag. En dan stelde hij voor of Mialou wou blijven slapen of wij met twee. Dus Misalokes, zeg alsjeblieft. Dat kwam dan eigenlijk wel goed uit met twee. Dus wij gaan nu naar daar even wandelen. En dan blijven wij daar, schat. Ja. Thank you.
zijn terug samen. Allee, al heel de, heel de dag wel, hè. Maar waren we uit elkaar dan? Nee, maar omdat wij niet samen hebben geslapen. Ja, wel gemist. Ja, het was wel raar, hè. Zo zonder elkaar. Bobby. Ja. Mia Lucia is al aan het slapen, want het is al avond. Ja, pak maar uit, hoor, want ik heb echt... En dat maakt zoveel lawaai. Nee, dat valt wel mee. Doe de zak maar open en dan... dus... Ja, even wachten. Kapot, dan denk je dat we met vieren. Die hebben vier potjes sojasaus meegegeven. Kapot lachen. Mia Lucia ligt dus al in bedje, want ze was heel moe. Het is net 7 uur, ik denk dat ze rond 6:30 of 6:40 of zo is gaan slapen. Maar Andres heeft nog een tennismatch moeten spelen en heeft hij ook gewonnen. Dus dat was heel, heel goed. Dus Mianou en ik zijn deze middag hier alleen geweest. Maar she was very tired. Ze heeft ook geen middagdutje gedaan. En eigenlijk was het plan dat ik een curry ging maken. Dat is super veel zin in. Sowieso niet. Ja. Sowieso niet. Maar ik kreeg echt heel veel zin in sushi. Dus ik stuurde naar Andres. Eigenlijk heb ik echt zin in sushi. En ja, hij stuurde dan gewoon direct terug. Dan bestellen we dat, hè. Dus je werd wel echt heel gemakkelijk overtuigd. Dus volgens mij had jij er ook zin in. Ken jij jezelf als je honger hebt? En echt uitgesproken zin hebt? Ken jij jezelf? Ik weet niet wat je bedoelt. Maar dus, wij hebben sushi besteld. Look at this. Ziet er echt heel, heel goed uit. En die hebben dus inderdaad 4 potjes sojasaus gegeven. Niet normaal. Ik ben trouwens van de middag beginnen kijken naar de home edit, omdat ik het er met mijn mama over had gehad. Dat was er sprake gekomen dat zij dat had gezien en zo. Dus ik dacht, ik ga dat eens checken, omdat dat ook iets is waar je niet op gefocust moet zijn. Ik was tegelijkertijd met haar aan het spelen en zo. Maar dan krijg ik echt zin om alles te organiseren en ordelijk te krijgen. En langs de andere kant denk ik... Oh, dat is zoveel werk. Want wij wonen hier nu 3 maanden. Anders sta je nog zoals aan mijn bruis. En oh, wij hebben gewoon eigenlijk zoveel spullen. Dat is eigenlijk niet normaal. Dat is eigenlijk echt erg. Wasabi-mayonaise. Sriracha-mayonaise. Slim. Dus ja, wij hebben heel veel spullen. En er staat echt... Het is hier rommelig. Gewoon niet georganiseerd. Dat is eigenlijk beter verwoord, hè. En sommige kamers zijn ook wel rommelig. Dus wie weet, ga ik daar wel iets mee doen? Dat weet ik nog niet. Dat zullen we nog zien. Geen loze beloftes, hè? Ofwel ja, doe het, ofwel niet. Ik ga niks beloven, want ik ken jezelf. En... Want als je dat belooft en je doet dat niet, dan gaan die niet meer kijken. Oh my dat god. Dat zeg je eigenlijk niet leugen. Oh my god. Maar weet je wat dat altijd is met zo'n taken, waarom ik daarvan ontmoedigd raak? Nee. Omdat dat zoveel werk is en ik niet weet hoe ik daaraan moet beginnen. Snap je? Je moet gewoon beginnen. Ja. Anyway, ik ga genieten van de sushi. Samen met Andres. Maar je zegt één van mij. Ja, ik ben blij dat wij terug een rustig avondje samen hebben. En ik ga hier ook ineens de video afsluiten. Toedels. Dus dankjewel om te kijken. En hopelijk tot in de volgende video.